Mijn naam is Erik Bergman en ik ga vandaag iets vertellen over spieraandoeningen bij paarden. Spieraandoeningen bij paarden komen best veel voor. Er zijn verschillende oorzaken en heel veel verschillende verschijningsvormen. Wat is eigenlijk de functie van een spier? In de eerste plaats is het de meest actieve component van het bewegingsstelsel van het paard. Naast een enorme massa, dus het grootste gewicht van het paard bestaat uit spieren, zijn spieren uiteraard belangrijk voor de beweging en de kracht van het paard, maar ook voor proprioceptie. En wat is proprioceptie? Proprioceptie is eigenlijk weten waar je staat in de ruimte en het paard kan met zijn spieren zichzelf stabiliseren. Spiermassa bij paarden kan afnemen, denk aan revalidatie, paarden die weinig doen of paarden die niet getraind zijn, en toenemen. Dus op het moment dat een paard goed getraind is, zal de spiermassa toenemen. Wat voor aandoeningen kunnen we dan veelal zien? De meeste aandoeningen zijn ten gevolge van trauma, dus een ongeval, dan wel door sportblessures. We kunnen praten over een toename van spieromvang, over een afname van spieromvang en sommige spieraandoeningen heb je helemaal geen toe- of afname van spieromvang, maar die hebben wel degelijk problemen. Voordat we praten over de afname van de spieromvang, waar we het vandaag over gaan hebben, is het natuurlijk van belang wat is eigenlijk een spier en waaruit bestaat een spier, dus de anatomie van een spier. Een spier bestaat uit spiervezels en deze spiervezels bij elkaar vormen spierbundels. En deze spierbundels bij elkaar vormen uiteindelijk de grote spieren zoals we ze kennen. Bloedvaten, spiervezels, bindweefsel en uiteraard zenuwweefsel, dat zijn de vier componenten van de spiermassa. De eerste oorzaak van een afname van spieromvang is doordat het paard gewoon zijn spieren niet gebruikt. Dus een ongetraind paard zal normaliter weinig spieren hebben, net als bij mensen. Uiteraard kun je ook je spieren niet gebruiken omdat er ergens een probleem voorhanden is. Spierafname in de hals is ook een mooi voorbeeld soms van paarden die eigenlijk gewoon hun hals niet gebruiken. Dan is de vraag waarom gebruiken ze die hals niet? Het is de kunst aan ons als dierenartsen en fysiotherapeuten om erachter te komen of het dat er onderliggende oorzaken zijn waarom die halsspieren niet gebruikt worden. Dat kan zijn artrose, dat kan zijn een gewrichtsontsteking, kan vele verschillende oorzaken hebben. Als tweede oorzaak van een afname van de spieromvang wil ik bespreken problemen met bezenuwing. Je moet je voorstellen dat als een zenuw beschadigd is die normaal gezien de spier innerveert, dat die spier dus ook niet meer gebruikt wordt, waardoor we heel langzaam zien dat die spier langzaam en soms trouwens ook heel erg snel, langzaam kleiner en kleiner wordt. We noemen dat atrofie. Een mooi voorbeeld daarvan is, zoals je bij dit paard kunt zien, een paard wat trauma heeft gehad op het schoudergebied. Hierdoor is een bepaalde zenuw geraakt, waardoor een bepaalde spier, zijn de infraspinatus en de supraspinatus in deze casus, totaal afnemen, waardoor er een instabiliteit van het schoudergewricht ontstaat. Hierdoor zie je een heel typisch gebruik van het schouder, die continu tracht te luxeren en er is dus geen stabiliteit. Een ander voorbeeld zie je bij deze 2,5-jarige hengst, waarbij de eigenaar opeens ziet dat er een bepaalde spier ontbreekt hier in de dij. In een casus zoals deze kun je heel mooi echografisch zien dat 1. De spier afgenomen is in omvang en 2. Dat de spier er veel witter uitziet dan normaal. Als derde voorbeeld van een abnormale bezenuwing, dan wel een beknelde zenuw, laten we hier een foto zien van een paard dat plots in de rug achter de zadelplaats iets van een deuk krijgt. Deze deuk ontstaat ook doordat de zenuw ter plekke niet meer functioneert. In dit geval was er sprake van een forse osteoartrose, een artrotisch gewricht in de rug, wat een beknelling veroorzaakte van de zenuw. Wil ik nu de derde categorie benoemen, dat is eigenlijk verbindweefseling van spieren na trauma. Een heel mooi voorbeeld hiervan is wat we nogal een keer zien bij quarterhorses, ten gevolge van de slidings. Die krijgen dan bloedingen in hun hamstrings en deze bloedingen verdwijnen uiteraard, maar laten bindweefsel achter en een verminderde spieromvang. Dit noemen we in de Engelse literatuur fibrotic myopathy. En heel typisch zie je de zogenaamde paradepas. Het paard maakt de pas naar voren niet af, doordat hij belemmerd is door een te korte hamstring. De vierde oorzaak van afname van spieromvang zijn spierscheuren. We laten hier een geval zien waarbij een paard een scheur heeft in een halsspier, in de brachiocephalische spier, wat belangrijk is om het lidmaat naar voren te brengen. Met echografisch onderzoek kunnen we heel mooi de genezing van zo'n scheur volgen, waarbij we op een bepaald moment kunnen zeggen, we kunnen weer starten met bewegen.
En dan tot slot de vijfde oorzaak van afname van spieromvang is, zoals velen van jullie kennen, de duim van de profeet. In de hals bij paarden zien we af en toe een bepaald segment, een klein spiergroepje, die niet of minder ontwikkeld is. Het is een aangeboren afwijking. En deze afwijking heeft normaliter geen klinische relevantie. Herkennen jullie een van deze afwijkingen bij jullie eigen paarden of ponies? Aarzel dan niet om een dierenarts, dan wel fysiotherapeut in te schakelen. En jullie kunnen uiteraard altijd contact met ons opnemen op het SMDC.